Nog over de bouw, want dat is ook belangrijk. Hè? Daar gaat het gewoon, ja, het gaat er wel goed mee, want er moet fors gebouwd worden, maar het is eigenlijk nooit genoeg. Even kijken naar de minister die erover gaat, de bouwminister Hugo de Jonge, laatst bij Op1. Wat heel erg nodig is voor de komende periode is dat we zoveel mogelijk duidelijkheid geven. Duidelijkheid over hoeveel woningen we willen bouwen, 900.000. Ja. Dat we 2/3 van die woningen betaalbaar willen maken voor gewone mensen. Ja. Dus de taak is groot en het zal heel erg moeilijk worden om het voor elkaar te krijgen. Maar ja, de woningnood is ook heel erg groot. Dus ja, we hebben eigenlijk niet de luxe om ons af te vragen van zouden we de lat misschien ook wat lager kunnen leggen? We zullen wel moeten. Ja, we zullen moeten, maar gaat u het ook halen? We zullen wel moeten. Ja, als vrouw uit de praktijk, 900.000 woningen in 10 jaar... met alle druk die er is op de grondstoffen, op geen personeel. Gaat het lukken? Nee, ik ben bang van niet. Als wij zo blijven, zoals wij nu zijn... en denken zoals wij nu denken, gaat het niks gebeuren. Wat doen we dan verkeerd? Drastisch maatregel moet genomen worden. De wet moet veranderd worden. We hebben echt te maken met materiaal die nu echt heel duur zijn... met handjes die tekort zijn, huisvesting. Want we proberen wel mensen vanuit het buitenland hier naartoe te halen... terwijl dat onze kinderen hebben geen huizen. Dus laat staan dat wij mensen vanuit het buitenland hier naartoe halen. De vergunningen die niet zo gauw verleend worden... dus zoveel projecten die blijven echt vastzitten. We kunnen niet uit de grond krijgen. Mm-hmm. We hebben ook wel inderdaad de bestemmingsplan... die als het bestemmingsplan verandert... betekent dat de grond geld ook omhoog, de waarde omhoog gaat. Dus het is niet meer aantrekkelijk voor investeerders... als voor de projectontwikkelaars om daarin... om daar iets op neer te zetten. Ja. Wij, mevrouw Hermans, we hadden het hier laatst over... hoe zien Nederland er over 10 jaar uit en verder. En toen bleek dat de bouw zorgt voor 0,6% van de stikstofuitstoot in Nederland. Dat hebben we 3 keer gecheckt, want we dachten dat kan niet waar zijn. Het is wel waar. 0,6%. Dus alles ligt stil, omdat we regels hebben... Je hoort van mensen die zeggen... ik moet zelfs van elke vrachtwagen die naar de bouwplaats komt... hoe lang is die er, op wat voor een benzine rijdt die... hoe groot zijn de banden, moeten we allemaal opschrijven... om die 0,6% over regeltjes gesproken. Daar hebben we echt onszelf toch dadelijk in de voet geschoten. We zitten in wat stikstof betreft in een hele ingewikkelde situatie... waar heel veel maatregelen genomen moeten worden tegelijkertijd... die niet allemaal leuk en makkelijk zijn. Maar wel met als doel om... we zien hier een plaatje van dat er gebouwd wordt. Mm-hmm. Maar zo moeten er natuurlijk veel meer foto's komen. Maar het moet makkelijker, zegt u. Precies. Dus, en daarvoor moet het ook makkelijker worden. Als ik dit hoor, wat je allemaal moet registreren... ik weet niet of dat allemaal behulpzaam is, maar... Bouwen dus. Dan heb je er toch nog wel. Er is wel lekker veel werk. Maar ja, kan je bijvoorbeeld de mensen wel vinden? Je zegt, we halen ze uit het buitenland en niet met ergens wonen, terwijl we juist woningen nodig hebben. Dat is raar. Ja. Kan jij ze wel vinden ergens nog? Heb je idee hoe je mensen wel aan het werk kunt krijgen? Of hoe je mensen kunt. Lastig. Het is echt lastig. Ja. En ik denk dat het nu ook nodig is om de bouwbedrijven ook met elkaar te gaan communiceren. Want er zijn heel veel projecten die inderdaad uitgesteld worden naar een andere periode. Dat ook met mensen daar... Kijk, ze hebben wel... we moeten een netwerk hebben, of zoals wij bij iedere bedrijf een planning hebben. Van wat jaarplanning, van hoe wij een uitvoering gaan. En hoe vaak gaan we onze mensen daar opzetten en zo. Dat wel de bouwbedrijven bij elkaar... ook zo'n planning, zo'n bouwplanning. Met als jij ze over hebt, omdat het even stil ligt... dat je ze aan een ander bedrijf kunt geven en vice versa. Precies, Dus dan hou je toch wel dat cirkel dat steeds draait... en dat je elkaar helpt. Want hoeveel projecten zijn echt vast nu? Die zitten gewoon... We kunnen niet verder. Voer je daar al gesprekken over met andere bouwbedrijven? Ja, dat probeer ik wel inderdaad. Wel de interactie, want ze vinden het wel een heel leuk idee. Maar iedereen ook is ook spannend, wel... denk ik. Ja, precies. Ja. En nou moet het gebeuren. Bouwen. Maar een geweldig verhaal. En dus door jou.